Nou, mijn naam is Wouter ter Horst. Ik wil eigenlijk wat vertellen over zo'n beetje waar Jort gebleven is. Hè, de proeven en de vertaalslag maken van waar gebruiken ze nou voor. Hè, we gebruiken de informatie voor, namelijk voor het beoordelen van dijken. Hè. Zijn ze sterk genoeg? En mochten ze dan niet sterk genoeg blijven en je moet een nieuwe bouwen, ja, hoe ontwerp je dan zo'n ding? Dus vandaar overslag. Ja, wat meten we? Hè? Dat is eigenlijk al waar de afgelopen cheats over gingen. Maar vooral van wat wil je nou weten als je het in de praktijk wil brengen? Nou, dit is een plaatje van de proeven bij Wijmiers. Hè? Patrick had het er straks al even over. En je ziet dat er een aantal vlakken dicht bij elkaar liggen. Nou, en als je dat nou van bovenaf kijkt, dan zie je eigenlijk ook dat dat qua vegetatie heel veel verschillende dingen had. Hè. Dus je ziet heel veel verschillende typen vegetatie. En dat is ook voor ons een van de redenen waarom het lastig was om daar nou een eenduidige lijn uit te halen. Hè, dus je zou wel kunnen zeggen van nou, bewaar deze goed. En als er straks weer een x-aantal bijkomen vanuit de Hedwige Prosperpolder, dan zou dat misschien wel een dataset kunnen zijn waarin je wel, ondanks de anomalieën die je hebt, dat je daar toch iets van kan zeggen. Nou, een ander punt waar we tegenaan liepen, en dan ga ik echt richting ontwerpen en richting beoordelen, is wat, dat we, en ook dat gaf Patrick straks al even aan, dat alles wat zo rond de teen van de dijk gebeurde, dat dat daar behoorlijke lastige fenomenen ook qua turbulentie en dergelijke optreden. Dus het is een beetje afhankelijk van de hoek en ook van de materie en van de vegetatie. Maar het is daar lastiger om daar eenduidige metingen te krijgen. Dus ook richting Jort, hè, dat zou interessant zijn om ook met name de knik bij de teen eens te bekijken met een model. En te kijken of je daar in ieder geval ook het hele verhaal rondom turbulentie goed in kwijt kan. Nou, hoe hoog moet een dijk nou zijn? Dat is een interessante. En ook daarin maken we, en als je dan van decennia's terug tot dan nu komt, maken we er eigenlijk best wel veel stappen in. Heel lang geleden, en ik denk dat alleen Wouter Vries dat nog weet, maakten we een dijk gewoon een halve meter hoger dan de oude. Maar daarna zijn we al vrij snel verder gegaan en hebben we gezegd van nou, we moeten daar een bepaalde formule voor bedenken. Volgens mij is dat een formule die ergens in Delft is afgeleid. En dat is 8 keer de golfhoogte maar tangens halva. Dus dat is grofweg 3 à 4 keer de golfhoogte. En als je dat dan boven de waterspiegel optelt, dan is het hoog genoeg. En toen is er gezegd van ja, maar we moeten niet zozeer naar die golven kijken, we moeten eigenlijk nog een stapje verder kijken. Want je moet kijken hoeveel overslag mag er nou over die dijk. Hè, toen is het heel lang 0,1 liter of 1 liter of 10 liter geweest, hè, afhankelijk van de kwaliteit van de grasmat. En wat we de afgelopen tijd, zeg maar na de totstandkoming van vele overslagproeven, onder leiding van onder andere Jentje van der Meer, is daar steeds meer informatie over het binnentaluut ook bijgekomen. En hoe sterk is nou dat binnentaluut? En dan bleek dat er eigenlijk sprake is van een soort, wat er dan is gezegd, cumulatieve belastingsbenadering. Dus elke keer als er een golf overheen gaat en de snelheid is hoger dan een bepaalde kritieke snelheid, hè, dat staat tussen haakjes, dan telt hij mee, zorgt hij voor een stukje schade. En als de som van die schade maar groot genoeg is, dan treedt er op een gegeven moment falen op. Dus je ziet hier eigenlijk in een aantal decennia een soort voortschrijdend inzicht. Dat begon bij een hoge waterstand en dan moet de dijk wat hoger. Richting golven, richting golfoverslag, richting sterkte van de binnentaluut. Nou, dat heeft zich ook geleid in het feit dat we tegenwoordig het faalmechanisme hoogte, waar iedereen toch een duidelijk beeld bij heeft, hebben veranderd in gekkebe, graserosie op de kruin en op het binnentaluut. Ik weet niet of die naamsverandering nou het beste product is van deze ontwikkeling, maar het is wel mooi om te zien dat we echt flinke stappen maken daarin. En dat komt dus, even de link naar vandaag, omdat we op vrij grote schaal dit soort stresstesten en dijkbeproevingen uitvoeren. Nou, wat zie je dan, hè, als je een aantal zaken doet en je kijkt hoe je dat in een
een lijstje zoals dit zet voor het uitvoeren van beoordelingen en dijkversterkingen. Dan zeg je van nou, het is belangrijk welke golfhoogte ik heb als invoerparameter. Het is belangrijk welk overslagdebiet ik toesta. Is dat nou veel, 30, 50, 75 of weinig? En dan zie je dat gigantische vrijboorden, dus vrije kruinhoogte boven de waterstand oplevert. In extremis zit daar wel een factor 10 verschil tussen, waarin je aan de ene kant zegt, nou, het is een halve meter tot een meter, maar het kan oplopen tot 7, 8 meter. Hier zie je dat nog eens een keer en hier zie je eigenlijk wel een leuke spagaat tussen de, wat we noemen oude benadering, de overschrijdingskansbenadering, waar we van 1 liter of 0,1 liter per seconde per meter uitgingen, naar de nieuwe benadering waar we zeggen van nee, we kijken naar een overstromingskans, we kijken dus naar de faalkans, dus we kijken echt naar de scheidslijn tussen net wel, net niet falen. En uit de proeven bleek dat je daar 20, 30, 40, 75 liter is, de max, en zelfs op sommige gevallen was bij 75 liter een grasmat nog niet kapot. 1 en 0,1 zit zo'n beetje hier op de i-as. En je ziet dus dat er een gigantisch verschil is met wat je hier eigenlijk ziet in overslagdebieten. En je ziet dus ook dat als je het vorige plaatje, tabelletje ziet, dat het ook een gigantisch verschil is in aanleghoogte van dijken. En ik zit zelf ook bij het kennisplatform risicobenadering. En we krijgen ook af en toe dit soort vragen, hè, want het is toch, heeft toch ook met de overstap naar een nieuwe norm te maken. En je ziet het af en toe ook verkeerd gaan op het moment dat mensen denken van hey, ik wil een dijk ontwerpen, ik heb een hele strenge norm, maar ik hou nog wel aan het oude adagium vast dat er 1 of 0,1 liter over de dijk kan. Ja, dan ontploft de benodigde kruinhoogte. En dan is er gelukkig wel een oplossing door meer toe te staan, omdat dat ook bij de definitie van de nieuwe norm hoort. Hoe ver ga je daarin nog meer toestaan? Nou, in feite heb je daar als beheerder een behoorlijke stem in. In het ontwerpinstrumentarium wordt nu bijvoorbeeld 10 liter genoemd. Omdat dat eigenlijk de ondergrens is van wat we uit de proeven zagen dat die sowieso kan hebben. Maar je ziet ook wel beheerders die zeggen van ja, dat vinden we eigenlijk toch wel wat veel. Want we willen eigenlijk ten alle tijde toch op die dijk kunnen om daar nog bepaalde maatregelen te kunnen uitvoeren. Dus je beheerderstaak te kunnen uitvoeren. Nou, dan ontstaat er een discussie van ja, dat is logisch dat je dat wil. Maar moet je dat in het ontwerp faciliteren tot het uur-u, hè? Tot het alle extreemste niveau? Of moet je zeggen van nou, dat moet, maar tot op zekere hoogte? Nou, dan krijg je die discussies. Maar in feite heb je daar in je ontwerpopgave heb je vrijheid om daarin te variëren en zelfs ook verder te gaan dan die 10 liter. Nou, hier is dat nog eens een keer, en dit is eigenlijk zoals het nu in het ontwerpinstrumentarium en in het beoordelingsinstrumentarium zit. Verdelingsfuncties van verschillende overslagdebieten. Eigenlijk drie verschillende, behorende bij 1, 2 of 3 meter golf. Dat zie je hier. En eigenlijk zie je dat er een range wordt gegeven, een verdeling voor het overslagdebied. En je ziet dus dat je eigenlijk op het moment dat je gaat beoordelen, dat je te maken hebt met een verdeling waarvan de piek, als het een lagere golf is, dat de piek echt heel erg groot is. Dus dan zit je echt op 60 liter, 50% kwartiel zit er zelfs boven de 100 liter. En dat betekent dus dat we ervan uitgaan dat pas bij dat soort overslagdebieten falen waarschijnlijk is. Nou, hier zijn we eigenlijk weer bij de take-home messages. Die willen Jort en ik graag samen doen. Jort had ze al eventjes genoemd. We vinden het belangrijk om even met jullie de discussie te proeven, deels over dit inhoudelijke, maar ook met name over het onderstaande punt. Hè. Dus het mag zowel over de inhoud gaan, maar ook over de vorm. Namelijk, moeten we nou op deze manier van met elkaar dijken beproeven? Moeten we dat niet wat meer, nou ja, noem het maar, standaardiseren of daar een programma van maken? Omdat nu toch met name van onderaf er initiatieven ontstaan, omdat er ergens een situatie zich voordoet. Maar zou het ook niet goed zijn om daartegenover
Dus niet in plaats van, maar daartegenover ook nou ja, een soort nou, programmatische regierol te hebben. Misschien op nationaal of misschien wel internationaal niveau samen met België om te kijken van goh, ja, we willen ook wel qua onderzoek wat meer richting geven aan zaken.